het was heerlijk, maar ik heb zelf ook wel eens geprobeerd jachtschotel te maken, maar die komt toch niet tip aan die van u, hoor. Dankjewel, hoor, kind. Ik weet zeker dat Jaap er ook van zal smullen. Als ik jou was, gaf ik hem een boterham. Eet jij zijn portie morgenmiddag lekker op. Hij werkt er anders hard genoeg voor, hoor, ma. Vanavond zelfs tot 7 uur. Hij heeft recht op een lekkere warme hap. Nou, als een buik te zien komt hij anders niks tekort. Neem jij de koffie mee, ma? Doen we met z'n drieën een lekker bakkie. Zus komt ook zo. Ja, laten we het nog maar even gezellig maken. Voor hollebolle Gijs thuis komt. Zo, hoe gaan we dat nou doen met die stekkies? Nou, dat is de moederplant. En daar zitten wel 40 stekkies aan, dus dan hebben we 40 planten. Oh, leuk, ma. Wat zullen die oudjes blij zijn. Goedenavond. Wat moet dit hier? Ja. Heel de dag uit de naad gewerkt. Ik denk lekker naar huis. Rust. Wie zit er? Kenau Simons dochter Hasselaar. Kenau Simons dochter Hasselaar heeft anders wel heerlijk voor je gekookt, hoor. Jachtschotel. Jachtschotel. Hij is fijn. Dus het seizoen is alweer geopend. Zal je buurman wel naar zijn kat lopen te zoeken? Nee, hoor. Naar zijn papegaai. Als ik die hoorde schreeuwen, moest ik altijd aan jou denken. Oh, eet smakelijk, Jaap. Als ik die moeder van jou heb gezien, heb ik al gegeten en gedronken. Ja, meid, zal ik toch eens wat vaker langskomen? Scheelt je enorm in je portemonnee. Ik eet wel in de keuken. Kan je ook weer eens iets leuks voor jezelf kopen? Iets leuks voor jezelf? Is die struiktuin voor mij dan soms? Dat is een moederplant, Jaap. Die is van ma. Daar gaan we stekkies van maken. Dan krijgen alle oude mensen in het bejaardenhuis een plantje. Zaterdag bij de feestelijke opening door burgemeester Van Walsum. Een bejaardenhuis. Ook weer zo'n modern misverstand. Hoe komen ze erop? Al die oudjes bij elkaar gaan stoppen in een assortiment folière. Lekker met z'n allen gaan zitten wachten gezellig tot we doodgaan. Die mensen moeten toch geholpen worden, ja? Dat moet je thuis doen. Dat die mensen deel uit blijven maken van de maatschappij. Dat iedereen zijn oude lui gewoon in huis neemt. Als het zover is, hou ik me aanbevolen. Nou, al die ouwtjes bij elkaar is misschien toch een stuk gezelliger. Hallo! Nou, ik heb 6 potjes meegenomen, dat moet genoeg zijn. Oh, jawel, er kunnen makkelijk 6 plantjes in 1 potje. Lekker bakkie, meid. Oh, lekker, meid, ik heb boven nog niet gehad. Mocht van Siem geen koffie malen, maakt te veel herrie. Nee. Hij zit naar Top of Flop te kijken. Ik luister liever naar een koffiemolen dan naar Top of Flop. Jopus van den Berg aan de telefoon, je moest een vroege dienst overnemen. Hè? Ja, hij heeft morgenochtend vrijgekregen. Hij heeft een kind uit het water gered of zoiets. En dan wordt hij gehuldigd. Nou, fijn, je vraagt het hem zelf maar, want ik zit naar Top of Flop te kijken. Dankjewel. Daar ben ik mooi klaar mee. Is dat dan wat? Moet ik morgen ook nog vroeg mijn nest uit? Nou, ik blijf wel even een uurtje bij Simon boven zitten. Kom ik toch nog een beetje aan mijn rust. Rust? En Top of Flop is bezig. Alles liever dan dat luchtalarm van jou. Wat is hij toch charmant. Daarom heb ik hem ook genomen. Oh, vandaar. Ik dacht dat het was om zijn atletische gestalte. Dus ik sta toevallig bij de halte Rijnhaven, hoor ik opeens een stemmetje. Help, help. Dus ik vlieg mijn bus uit, zie ik net dat koppetje, gaat zo onder water. Dus ik spring er gelijk in, want ik heb mijn diploma reddend zwemmen. Ik sleep er naar de lage kant en ik trek er op de wal. Nou ja, was eigenlijk een fluitje van een cent. Behalve dan dat water, dat was steenkoud. Maar goed. Hendrik, van harte gefeliciteerd. Altijd geweten dat je net zoveel lef had als ik. Zou je me niet eens voorstellen aan de heren hier? Oh heren, mijn naam is Kooijman. Jaap Kooijman, dubbel O met een I. Chauffeur van bus 52, sowieso de lastigste met die aanhangwagen. Maar Hendrik Hiro is ook een hele behoorlijke chauffeur. Mijn lievelingscollega. Hij belt me gisteravond op. Hij zegt, Jaap, wil jij mijn vroege dienst morgen overnemen? Ik zeg, altijd voor jou, Hendrik. Hè? Nou heren, wat willen we weten? Even een fotootje van ons samen? Of misschien liever eerst eentje van mij alleen? Ja. Meneer van den Berg, hartelijk bedankt voor uw verhaal. Staat vanavond nog in geuren en kleuren in de krant. Mooi. En
Als u nou voor tweeën nog wat er binnen schiet, bel dan gerust nog even, hè. Joris, klaar? Nee, nog eentje. Ah, op mij gewacht natuurlijk. Kan die dikke even ergens anders gaan staan? Meneer Kooijman, gaat u even opzij? Anders moeten we vanmiddag op de redactie er weer vanaf knippen. Kost alleen maar tijd. Nee, maar ik dacht voor de sfeer. Voor de echte RET-collegialiteit te laten zien. Hè, Henk? Nou, liever niet, Jaap, want mijn hospita die wil hem uitknippen voor de plakboek. Nou, dat komt er goed uit. Jouw hospita is mijn lievelingshospita. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. Meneer Kooijman, alsjeblieft. We hebben niet de hele dag de tijd. Oké, nou, dan moeten jullie het zelf maar weten. Hij is voor zijn roodkoperen. Oh. Goedemiddag. 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 Zo. Een journalist en een fotograaf. Dat is geen halve maatregel, Henkie. Ja. En er wordt een foto op de voorpagina met zo'n stuk erbij. Zo. Wat ben jij toch een egoïstisch stuk vreten van de berg. Ik heb morgen voor jou gereden, hoor. Had je toch wel iets terug kunnen doen, hè, Simon? Dat is waar, Jaap. Wie hebt de kinderen uit het water gehaald? Jij of ik? Dat is ook waar, Jaap. Omdat hij daar nou toevallig stond. Hij stond bij Halte Rijnhaven. Daar kom ik niet langs met bus 52. Daar kan ik er niks aan doen. Het is gewoon de kift. Ik hoop dat je tegen een boom rijdt met je hospita erbij. Dan heb ik toch een hoop slechte collega's, Simon. Maar die van de berg, die spant toch wel de kroon. Bij een Drian niet, hoor, ja. Bij putjescheppers gaan we elkaar door dik en dun. Eet smakelijk. Wat heb jij eigenlijk? Waterkanijn. Waterkanijn? Ja, dat is een Belgische specialiteit. Heb ik van huisgehold. Proeven? Ja. Het is een heel bijzonder recept dit. Je laat hem eerst 3 dagen besterven onder de turfmolm. Dan bak je hem in de reuzel. En laat je hem een nachtje afkoelen in een vochtige kelder. Heerlijk. Ik heb er ook nog eentje voor thuis. Smaakt niet gek. Waterkanijn? Ja. Wij zouden zeggen rioolrad. Ik ben er niet echt bij met mijn hoofd. Dat begrijp ik nog wel. Ik kom tenslotte niet elke dag in de krant. Henk van den Berg, de grote held van de RET. Hey Simon, kijk eens. Shockproof, waterdicht, 14 karaat goud. Zo. Gekregen van de ouders van het kind. Die vent, dat is een havenborrel. Aha. Vandaar dat dat kind in de Rijnhaven lag. Ja, zo ken ik het ook. Hij wel. Ik word gek van die grote Simon. Ik heb natuurlijk geen leven meer de komende tijd. Ik mot ook in de krant. Je kent natuurlijk Mel vermoorden. Simon. Zuster? Simon. Je schoonmoeder? Simon! Dit is belangrijk. Hoe kom ik in de krant? Bedenk iets. Rustig met je koop. Ik ben bezig te raderen draaien. Ja, heb eens. Ja. Je bent als een wilde orchidee, die niet staan de zon zij zien. Nou, hoe gaat het met onze kindertjes? Hartstikke goed, meid. Moet jij eens eventjes komen kijken. Moet je zien, er zitten allemaal al worteltjes aan. Gaat dat toch snel, hè? Dat komt natuurlijk van die bastardsuiker die we er van je moeder bij moesten doen. Ja, dat moet haast wel, want anders duurt het zeker een week. Ze is toch al echt een expert, hè? Moet je bij de thuis zien, zoals de plantjes erbij staan. Ze heeft echt groene vingers, hoor. Oh ja, we kunnen morgenochtend die bloempotjes halen bij Jan de Bloemenboer. Betaalt mijn moeder. Ach, ze heeft toch ook wel een lieve kant, hè? Het is jammer dat Jaap geen begonia is. Zou ze een stuk beter met hem kunnen opschieten. Ja. Zou voor mij ook een uitkomst zijn. Hoef ik hem alleen af en toe een beetje water te geven. Moet jij zo onderhand ook niet eens gaan koken? Nee, ik hoef alleen maar rijst te maken. Siem zorgt voor het vlees. Waterkonijn. Zo, dat klinkt lekker. Nou, ik hoop. Het is voor mij ook de eerste keer. Goedenavond, dames van de bejaardenzorg. Hallo. En hoe staat het met de laatste biologische ontwikkelingen? Moet jij maar eens even op het buffet kijken. Maar wel afblijven, hoor. Zo. Kijk eens even. Wat een plantenweelde. De bollevelden kunnen wel sluiten. Nou, moet jij eens kijken hoe blij die oudjes zijn dadelijk met een plantje. Wel ja, geef ze een plantje. Heel toepasselijk. Iets wat net tot leven is gekomen, geven aan iemand die op sterven na dood is. De directie vond het anders een geweldig idee. Ja, dat begrijp ik nog wel. Dan hoeven zij niet voor planten te zorgen. Die houden dat geld liever in de eigen zak. Helemaal niet, want ze geven een heel groot feest met de opening.
De burgemeester komt in een open koets en er zijn vlaggen. En de harmonie komt spelen en dat kost ook allemaal geld. Mm. Eet de Jaap niet koud laten worden. Ik ben naar boven. En mij, kijk eens, er was wel op tafel, ik kom zo bij je. Oh, dank je schat. Oh, ben zo benieuwd. Hey, kom eens, kijk eens even. Het staat erin hoor, hey. Zo. Dappere buschauffeur, red kind. Oh ja, joh? Ja, Henk van den Berg. Heb een klein jong kindje uit het water gered. Ja, kijk eens even. Fotootje erbij. Moet je even opletten. Joh, die Henk. Nou, die is toch wat dapper, hè? Ja, hij wou eerst samen met mij op de foto, maar ik zeg, nee Henk, het gaat om jou. Jij bent de held. Ja, en Nelly, moet jij eens opletten wie er aanstaande maandag de held is. Er staat die dikke vrije van jou op de voorpagina. De heer van den Berg is een sieraad voor de RET. Nou Jaap, jij mag wel trots zijn op je collega. Ja, ja, ja. En hij maandag op mijn. Hoezo? Dat zegt Simon toch? Maandag staat ik erop. Zeker weten. Wat zijn jullie nou weer van plan? Hou jij je dan maar bij je stekkies. Wij zijn met grotere dingen bezig. Ja, wij gaan morgenmiddag namelijk miljarden. Van den Berg is er ook bij. En dan gaat er iets gebeuren. Als we daarbij het NTS-journaal lucht voor krijgen. Goedenavond, dames en heren. Sinds hedenmiddag hebt de RET in de persoon van Jaap Kooijman zijn eigen rintint in. Simon, wat is dit? Gewoon, Belgische specialiteit, waterkonijn. Wij zouden zeggen rioolrat. Ah! Terry! Dat is het lekkerste wat er is. Je denkt toch niet als ik ras ga zitten eten? Nou, ik wel. Hé, Siske? Kom lekker zitten, meid. Krijg je van mij een lekker bordje hutspot. Simon. Die zijn van den Berg en van mij. Is hij er nog niet? Nee, hij kan elk moment komen, dus naar buiten jij, want anders dan ziet hij je. Hé! Hey! Wat heb jij nou eigenlijk aan? Wat maak jij nou? Ja, je denkt toch niet dat ik met mijn goede goed in het water ga leggen, hè? Dan hebben ze het toch zo door, Simon? Die gasten van de krant die zijn toch niet achterlijk? Nou, nee, ja, ik zeg toch gewoon dat ik kanaalzwemmer ben. Dat ik het oefenen was, dat ik volgende week een poging ga wagen. Hè? Heb je hem al, heb je hem al. Blijf hier maar even achter staan. Ah, die Jaap. Ah, die Henk. Keurig op tijd, kerel. Keurig op tijd. Ja, dat komt natuurlijk door het prachtige nieuwe horloge dat je gekregen hebt, hè? Laat het nog eens zien. Hier. En hey, moet je kijken. Hm? Hier. Hier. Joh! Nee. En nou tikt hij nog steeds, hoor. Wat ze tegenwoordig toch allemaal uitvinden. Ja, ben er zelfs mee onder de douche geweest. Jo, geef mij zo'n klokje. Maar ja, je hebt het dan ook verdiend, hè, Henk? Een kind uit het water gered, het is me nogal niet wat. Ja, een volwassene redden is natuurlijk moeilijker, maar even goed. En heb je dat stuk gelezen in de krant? Nou, en die grote foto erbij. Je hebt toch nog wel dat kaartje dat die krantenman je gegeven hebt? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, voor als er wat gebeurt, dat we gelijk kunnen gaan bellen. Wat kan er nou gebeuren? Niks. Maar ja, je weet me nooit. Hier, jij begin. En dan hou ik het ondertussen buiten een beetje in de gaten. Hoezo? Nou, je weet me nooit, hè, met die boten en die haven hier, weet je wel. Oh, mis, jij bent Jaap. Nee, Henk, daar kon jij niks aan doen. Ga nog maar een keer. Hendrik, wat er nou gebeurt? Simon is in het water gevallen. Oh, laat mij maar even, Jaap. Nee, 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 dit is mijn pakje, Jan. Laat mij dat nou doen, ik ben daar goed in. Wat dacht jij van mij dan? Bel jij de krant dan maar. Ja, wees nou verstandig, laat mij dat nou doen. Simon, Simon! Houd moed! De redding is nabij! Voorzichtig!
Hou zijn hoofd boven water. Daar is een trappetje. Ik kom eraan. Ja, goed zo. Goed zo. Goed gedaan, jongen. Voorzichtig. Voorzichtig. Kom maar. Sleep hem maar naar binnen. Goed zo. Ja. Zo. Hier, stoel. Ja. Zo. Zo. Hij heeft water in zijn longen. Ja. Ja, mevrouw van Vliet, het was in principe natuurlijk een uitstekend idee. Ja, pas grote held van de RET op de voorpagina. Enkel, we hadden een klein, maar niet onbelangrijk detail over het hoofd gezien. Hij kan niet zwemmen. Hij bleef toch zeker wel drijven op zijn vet? Ja, dat was natuurlijk een geluk bij een ongeluk, ja. Ben ik op hem geklommen, naar de kant gepeddeld als een soortement voor rubberboot. Zit me niet belachelijk te maken, stokvis. Daar heb jij Simon niet voor nodig, dat heb je zelf al gedaan. Alle bespottelijke dingen die jullie al gedaan hebben, is dit wel de stomste. Doe dit ook voor jou hoor, Nel. De naam Kooijman in de krant staat, straalt het ook op jou af. Denk jij je melk nou maar warm op en goed onder de dekens blijven, anders kan je maandag niet naar je werk. Ja. En wat zou de RET moeten beginnen zonder zijn grote held? Simon, je warme tel staat klaar. Mooi. Kom jij maar eens even met mij mee, Ada. Zal ik jou de vlinderslag eens even leren? En ik heb er een pot groene zeep naast gezet. Nel, dat horloge wat ik uiteraard nog van je krijg, dat hoeft niet per se van goud te zijn als het maar wel waterdicht is. Dan een pot op met je horloge. Over horloges gesproken zouden we zo zachtjes aan niet eens gaan. Anders is dat bejaardenhuis intussen al gesloten. De plantjes staan er trouwens prachtig bij, maar... Oh ja, voorzichtig met de kistjes, jongens. Zijn een beetje gammel. Bij ons in Emmekom-Paschum deden we ook altijd heel veel met stekken. Dan kruisten we bijvoorbeeld hoogveen met laagveen en dan kreeg je tussenveen. Maar ja, het is nooit een echt succes geworden. Meer dan nou? Brandde wel, maar het is knetterde zo. Het spatte alle kanten op. Ja. Dat gaf wel sfeer, want als oom Tjedde dan voorlas van Sodom en Gomorra... Dan zag je de zwavelregen gewoon voor je. Ah, Jaap. Gewoon gewerkt? Niet ziek geworden? Nou, jij je mond nog maar. Jij hebt al genoeg ellende veroorzaakt. Hallo, het is niet mijn schuld dat jij niet kan zwemmen. Moet dat trouwens niet eens gaan leren. Ik kan zwemmen als een waterkonijn. Alleen niet met mijn kleren aan. Ja, dat moet je juist leren. Dat is reddend zwemmen. Ik ga elke maandagavond naar het sportfondsenbad oefenen met mijn hospita. Gooi ik het er eerst in, wacht ik tot ze op de bodem leg en dan haal ik het er weer uit. Je moet een keer meegaan, joh. Goedenavond, helden van de Rotterdamse elektrische... Waar blijf jij nou? Ja, ik moest de krant toch even halen. Hier, koop eens. Nou, de naam Kooijman staat op de voorpagina, hoor. Hè? Ja. De opening van bejaardentehuis Avondrust is een geweldig succes geworden. Op de foto zien we burgemeester Van Walsum die de opening heeft verricht. De burgemeester wordt geflankeerd door de dames Van Vliet, Stokvis en Kooijman... die de nieuwe bewoners met een prachtig kamerplantje hebben verblijd. Is die mooi of niet? Prachtig. Straalt ook op jou af, hoor. Henk? Zeker weten. Moet je kijken hoe die zit te stralen. Nou, laat maar eens gaan. Even wachten, Jaap, even wachten. Want ik was tussenmiddag even thuis. Heb toch een cadeautje van Nel gekregen. Ja, kijk eens. Het is toch wel geen horloge, maar toch. Hè? Ze hadden er eentje over. Een van de bejaarden had de opening niet overleefd. Mooi. En Jacobus, hij raakt de oude klonje. Nou ja, joh. Raakt om. Hij is fijn, Simon.